Dit vind ik zo grappig, hè? Dat Ramon ligt altijd met de achterpoten zo helemaal naar achter. Volgens mij is dat best wel ras-specifiek, maar laat even weten of jouw kat dat ook doet. Ochtendhumeurtje, Ramon? Furby niet, hè? Furby altijd humeurtje. Ik heb mijn haar even gefeund, want ik heb straks een afspraak. Jawel, ik moet de deur uit. En het is echt shit weer. Compleet useless dus dit. Nu komt de grote nuchtere Nederlandse test natuurlijk. Nee, dat ga ik niet in mijn mond stoppen. Oké. Nou, dit knip ik lekker uit de vlog. Nou, dat zou vet verhaal van je zijn. Nou, vandaag ga ik... Ik lijk wel echt zo'n werkeloze vlogger, maar ik heb de hele ochtend gewerkt. Vandaag ga ik kattentrucjes proberen te leren en te doen. En allemaal dingen die ik op TikTok heb gezien, wat katten dan blijkbaar heel leuk vinden of waar ze op reageren, weet ik veel wat. Dat ga ik gewoon allemaal uitproberen. Dus, enjoy deze grote faal waarschijnlijk. Oké, de eerste truc is dus dat je met een tandenborstel, een natte tandenborstel zo, op hun hoofdje moet borstelen, omdat ze dat dan blijkbaar associëren met dat ze vroeger gelikt zouden worden werden door hun mama. Dus dat ga ik nu doen. En dan is, blijkbaar moeten ze dan helemaal gaan ontspannen en helemaal Eerste slachtoffer, Bowie. Ja, zo kan ik het toch niet bij? Oké. Vind je het misschien stiekem wel lekker, Bowie? Ik weet niet of ze nu gewoon ondergaat. Ja, ik zou zeggen cijfer 7. Oké, next. Linda. Boter dan. Nou, werk nou mee. Ik zie ook geen diepte doordat ik het schermpje kijk. Next. Furby. Oké, tandenborstel, so far geen succes. Misschien moet ik het doen als ze al aan het chillen zijn. Dat het dan beter is. In plaats van nu dat ze actief zijn. En waarschijnlijk, aangezien het 3:30 is, wachten op eten. Avondeten. Oké, volgende is een muziekje dat ik op TikTok vond. En daar schijnt de kat echt helemaal lijp op te gaan. Oké. See, there she is. She's sleeping on my slippers. Ja. And then look at her. As soon as that note hits, she's coming over. She's hopping on the bed. Hier is echt geen reactie gewoon. My personal space. Zij is ook doorheen aan het ouwe hoor. Ik kan het muziekje niet gaan krijgen. Hey, Boter van de Maden. Kijk hier recht in Boters kont. Terwijl hij de bank aan het slopen is. Oké, boven 2. Zonder geouwe hoer van de mevrouw. Kijk of ze... Zie je alle patten? Ramon slaapt. Furby kijkt dom. Bowie kijkt daar. Sorry, maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat dit geen succes was. Oké, voor het avondeten, nu ze dus hongerig zijn, ga ik even een trucje proberen om ze een sprongetje te laten maken. Met snoepjes heb je daarvoor nodig. Dit wordt denk ik de moeilijkste opgave. Oké, het idee is dus dat je zeg maar je arm zo omhoog houdt en dan het snoepje aan de andere kant, zodat ze er overheen gaan springen. Dan op een gegeven moment doe je het zo zonder muur en dan moet ze dat doen. En op een gegeven moment moet ze dus dan een sprongetje maken. Gewoon als je... Furby. Het is ook gewoon te druk hier nu. Oké, dit was een goede eerste oefening. We gaan gewoon straks weer even verder. Max heeft gekookt. Ziet er goed uit, Maxie. Well done. Nee, het is medium. Wij gaan Ramses kijken. Ik heb een beetje cookie dough.
We kijken tegenwoordig trouwens op de laptop, want we hebben dus geen tv meer. En we hebben wel een beamer daar. Maar we hebben geen zin nu om dat allemaal aan te zetten. Dus simpel. Ik heb net mijn benen ingetrokken zodat je langs kon lopen. Toen pak ik een camera, dus ik zit er nu echt extreem door. Ik denk, er zit iemand raar, ja. Nou, hoezo is dat raar? Je kan toch gewoon zo zitten als man? Nee. Hostile takeover by cats. Nou, het is allemaal niet heel hostile, hoor. Nou, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Je bent Tante Bowie raken. Oh, liefies. Tante Bowie, doe even lief tegen... Ik heb vandaag nog een klap voor het bek gekregen van de moeder. Ja, dat is wel waar. Mensen vroegen om kattenbeelden. Nou, ze kunnen kattenbeelden krijgen in deze vlog. Kunnen we geen beelden van die katten maken? Gewoon ze in gips schieten? Oeh, I like your thinking. Gewoon dat we ze gewoon in cement dopen. Nee. Dan kunnen we er kaarsenstandaards van maken of zo. Dat lijkt me tof. Oké, nieuwe test. Je mag even ruiken. Oké, ik denk toch wel dat dit een beetje een succes is. Vind je niet? Mooi lijkt het. Het is gewoon een natte tandenborstel. Ja. Hondenkind TV. Vind je het wel lekker, meisie? Mijn haar lijkt inmiddels wel een beetje oranje of zo. Het is een soort warm blond. Dat is oranje. Ja. Vind jij mijn haarkleur nog mooi? Nu wordt het een beetje gewoon, ik heb ooit iets gedaan en nu geen geld meer om erbij te houden. Volgende kattentruc is dat als een kat op zijn rug ligt, ja dat ligt hij nu niet echt. Maar in ieder geval dat je dan zeg maar zo over zijn buik moet gaan. Zo. En dan moet je zo over die poten en dan die poten uitstrekken. En dat schijnen ze dan echt super lekker te vinden. Dit was wel een succes. Ja, dit ja, dat ging heel goed. Ja, dit was echt een kattentruc die mensen zo in het zakje kunnen steken. Ik denk dat het heel hard viral gaat. Boter, hoe denk je zelf dat het gaat? Dit zijn mijn aantekeningen. Je bent toch geen fucking puppy? Ik kan sowieso een paasje reclame. Hij kijkt me ook echt aan van, ja dus. Nou ja. Ik heb opeens allemaal energie. Het is 10 uur. Ik wilde eigenlijk gaan slapen, maar nu heb ik opeens weer vet veel energie. Ik heb ook heel het liedje in mijn hoofd van André Hazes, omdat ik Wat is dan liefde heb gekeken. Dus ik heb ook het liedje van Wat is dan liefde in mijn hoofd. Liefde, wat is dan liefde? Vergeven, hoort ook bij de liefde. Briljante tekst. Oké, ik ga even denk ik beneden nog een boek uitzoeken. Ga maar lezen ofzo. Misschien moet ik deze nog maar een kans geven, want... nou ja, er zijn een paar mensen die dit wel hebben gelezen. 500.000 verkocht. Ik ben er ooit in begonnen, maar nooit afgemaakt. Dus wellicht is dit dan eindelijk het moment. Duurzame tip van de dag zijn deze wattenstaafjes. Die van papier zijn gemaakt en organic gecertificeerd katten. En die kopen bij de Ecoplaza. Het zijn natuurlijk dingen die echt minimaal verschil maken. Maar toch... is het gewoon net even lekkerder dan zo'n plastic ding. Alle beetjes helpen. Bedankt voor het kijken, tot morgen!